Dag kinderen allemaal, in dit filmpje toon ik jullie hoe je de woordjes in de vakantie kan oefenen om mooi te schrijven en om goed te schrijven. Je hebt nodig je ringboekje en je schrijfblaadjes. Je kan het op verschillende manieren oefenen. Ik zal het jullie eventjes tonen. De eerste manier. Je leest het woordje dat je moet opschrijven en je kijkt ook een keer naar het prentje. En dan ga je je boekje omdraaien. Bijvoorbeeld de bes is rijp. Rijp. R-i-p. Ik draai mijn boekje om en ik schrijf het woordje rijp op. R-i-p. Je begint je woordje te schrijven aan de rode lijn. En je hebt de vloer, de grond, om je woordjes op te schrijven. Dat zijn de blauwe lijntjes. Zorg ervoor dat je jouw lussen en je stokjes heel goed naar beneden doet of naar boven. De volgende manier is dat jullie gewoon naar de prentjes kijkt zonder het woordje te lezen. Bijvoorbeeld waar. V-a-r. Ik schrijf op. V-a-r. En dan pas kijk je of je het juist hebt. Je kan ook aan mama of papa of aan grote zus of broer of oma of opa vragen om jou de woordjes te zeggen. En dan kan je ze ook opschrijven. Veel succes allemaal!